Goeiedag beste kijkers en welkom bij deze ATV COVID-19 update. Het is alweer de 16e aflevering. In deze aflevering brengen wij u veel informatie, inzichten, maar vooral updates over deze COVID-19 pandemie die ook Suriname in haar greep heeft. De teller is momenteel op 10 COVID-19 positief geteste personen en 1 persoon is jammer genoeg overleden inmiddels. 130 personen zijn in overheidsquarantaine, terwijl 79 in thuisquarantaine zijn. Belangrijk in deze periode is vooral om kalm te blijven en volgt u de overheidsinstructies nauwlettend op. Met z'n allen moeten we het namelijk doen. Vandaag hebben we als gast Dr. Jimmy Bean. Hij is KNO-arts in het Slands ziekenhuis. En met hem praten we onder andere over de pandemie. En natuurlijk hoe hij het ook persoonlijk ervaart. Als arts, geneesheer, maar ook als mens. Welkom, Dr. Bean. En hoe ervaart u het persoonlijk? Want behalve geneesheer, bent u ook mens. En u bent deel van de samenleving. Ja, hartelijk dank dat u mij wilde ontvangen in dit programma, dat we even met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Kijk, het is juist dat u stelt dat ik arts ben, maar ik ben ook mens, toch? Kijk, bepaalde dingen zijn nu wel duidelijk bij deze pandemie die wij nu doormaken. Het is belangrijk om afstand te nemen van elkaar, de social distancing. Daar is al heel veel over gezegd. Het is belangrijk handen te wassen. Het is belangrijk als je moet hoesten of niezen, om dat niet, laat maar zeggen, op een zodanige manier te doen dat je andere mensen daarmee besmet. Dus ik heb eigenlijk uit dit geheel heb ik ook meer consequenties getrokken. En ik wil niet besmet raken door patiënten. En ik wil niet dat patiënten eventueel door mij besmet raken. Ja. Dus ik heb hieruit de consequentie getrokken dat ik mijn praktijk even stilleg. Want social distancing betekent ook dat je eigenlijk afstand houdt van elkaar. Wat niet betekent dat mensen die acuut hulp nodig hebben, dat die niet gezien worden. Ja. Ze worden gezien. Ik ga er naartoe. Huisdokters kunnen me bellen. Heel veel kan via de telefoon afgehandeld worden. Ik bedoel, ik heb dagelijks contact met huisdokters die mij het probleem voorleggen. Via de app kan ik de anamnese van de patiënt, het verhaal, opnemen. Ja. Ze kunnen een fotootje van me maken, van wat ze zien. Dus op die manier kan ik vanuit mijn huis, kan ik ook een indruk krijgen van wat het probleem is. Dus op die manier lever ik ook mijn bijdrage. En overigens is ook de policy van het ziekenhuis, van alle ziekenhuizen, en ik wil u ook even erop wijzen dat ik niet alleen in het Slands Hospitaal, maar ook in het Diakonissen ziekenhuis de keel, neus en oorarts ben. Dus ik bedien 2 ziekenhuizen. Maar de policy van beide ziekenhuizen is om eigenlijk zo min als mogelijk mensen te ontvangen in het ziekenhuis die de ziekte in het ziekenhuis zouden kunnen introduceren, ja, en een probleem kunnen veroorzaken. En ik denk dat waarschijnlijk de vragen die u mij zo direct gaat stellen, dat ik kan aangeven waarom dat zo belangrijk is. Mm-hmm. Precies. Hoe werken KNO-artsen? Hoe is de werksituatie? Dus over het algemeen, heeft u contact met uw collega's? Ja. Dus KNO-artsen, andere specialisten, is het dezelfde werkwijze als u? Ja, zeker. Ik heb intensief contact met mijn collega. We hebben een groepsapp voor de KNO-artsen, dus we communiceren met elkaar. Ik heb ook een groepsapp met de medische staf van het Slands Hospitaal. Dus wij wisselen informatie uit. Wij beluisteren elkaar, we adviseren elkaar. Dus eigenlijk is er wel heel goed overleg. En dat is wel een sterk punt. Want weet je, juist omdat dit COVID-2-virus, SARS-CoV-2-virus is de officiële benaming van dit coronavirus. SARS-CoV-2, door de WHO benoemd. Juist omdat wij daar zo weinig over weten,
moeten alle info die wij hebben, ja, klinisch, maar ook wetenschappelijk, moeten we met elkaar delen. Okay. Want op die manier alleen kan je tot een beter inzicht komen over hoe dit virus zich gedraagt. Mm. En wat de beste behandelingsopties zouden kunnen zijn. Ja. Zie je? U noemde de officiële naam. SARS klinkt SARS bekend, familie. Ja, SARS. Dus kijk, misschien moet ik daar even iets over zeggen als u mij dat toestaat. Ja. Kijk, het coronavirus is geen nieuw virus. Precies. Er zijn 6 stammen van een coronavirus waarvan bekend is dat ze bij de mens problemen kunnen veroorzaken. Wij hebben in het verleden, in de vorige eeuw, hebben we een eerste uitbraak gehad van het coronavirus. Dat heette het MERS-syndroom. MERS staat voor Middle East Respiratory Syndrome. Dat was een coronavirus. Ja. Dat was redelijk mild. Toen hebben we in 2003 het SARS-virus gehad. En kijk even naar die ontwikkeling. No? Ja. De ene was Middle East Respiratory Syndrome. De tweede was SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ja. Dus eigenlijk een ernstige longinfectie die mensen in de problemen bracht. Ja. Dus eigenlijk als je dus naar dat hele beloop krijgt, de evolutie van dit SARS-virus, dan zie je op opgaande lijn. Ja, het wordt steeds erger. Het werd steeds erger. En van virussen, bacteriën is bekend dat ze evolueren. Ja. En dat ze steeds ernstigere ziektebeelden kunnen veroorzaken in de loop van de tijd. Nu hebben we het SARS-CoV-2-virus, dat eigenlijk een zeer maligne variant blijkt te zijn van het SARS-virus vanuit 2002. Maar klopt het dat het is geëvolueerd op dieren en dan weer overgebracht op mens? SARS, dit virus dat we nu hebben, dat COVID, SARS-CoV-2-virus, is een virus dat bij zoogdieren, ja, voorkomt, maar ook heel veel bij vleermuizen. Mm-hmm. En het is zo dat dit virus overgebracht is, want het is een virus dat eigenlijk bij dieren leeft, maar op een gegeven ogenblik is het overgebracht op de mens. En het idee bestaat, zonder dat ik een beschuldigende vinger naar iemand wil wijzen, ja, dat het in Wuhan, in het Huanan, ja, op de Huananmarkt, ja, dat het via dieren overgebracht is op mensen. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik wil geen beschuldigende vinger naar, ja, iemand toewijzen, maar eigenlijk is dit virus is dus geëvolueerd vanuit dieren, vleermuizen, zoogdieren, die opgegeten worden, is het bij de mens terechtgekomen. En waarschijnlijk is het zo dat het op die manier zich over de wereld verspreid heeft. Mm-hmm. En over de ziekteverschijnselen zelf, het begint als een griepje, een hardnekkige hoest, keelpijn, koorts. Kunt u meer vertellen over de symptomen? Want dat is het gevaarlijke. Hè? Het begint als een griepje en voor je denkt, kan je COVID-19 hebben? Ja, kijk, de belangrijkste symptomen waarmee een infectie met het SARS-CoV-2-virus plaatsvindt, dat zijn een verhoogde temperatuur, een droge hoest en keelpijn. Dus als je die hebt, heb je per se COVID-19? Nee, helemaal niet. Precies. Want onderzoek heeft aangewezen, recent, ja, in Engeland, dat van een groep mensen die dit soort verschijnselen hadden, en die getest zijn, dat 40% eigenlijk gewoon het influenza-virus is. Ja, precies. En een klein deel had het SARS-CoV-2-virus. Dus we moeten ook niet al te overspannen hiermee omgaan. Maar hoe, als ik die verschijnselen heb, natuurlijk ben ik overspannen, want ik hoor de hele dag wat de symptomen, ja, zijn. Nou goed. Ja, moet ik dan gewoon bellen naar de hulplijn? Dan kunt u bellen naar uw huisarts of u kunt bellen naar de noodlijn van het BOG. Hm. En dan kan er eventueel een test gedaan worden om te kijken of u besmet bent met het SARS-CoV-2-virus. Mm-hmm. Kijk, ik heb gebeld met de viroloog van het BOG om te horen wat de waarschijnlijkheid is van de test, dat die juist aangeeft of je inderdaad besmet bent met het SARS-CoV-2-virus, ja, of niet. Daar wordt een zogenaamde PCR-test gedaan. Mm. En ik heb
PCR-testen zijn redelijk nauwkeurig. Er zijn niet heel veel vals positieve en vals negatieve. Dus als die test aangeeft dat het aan de hand is, dat je inderdaad een infectie hebt met het SARS-CoV-2-virus, dan mag je 95%, 90-95%, mag je ervan uitgaan dat dat inderdaad het geval is. En weet je wat? Kijk, als je eenmaal het idee of het vermoeden hebt dat je geïnfecteerd zou kunnen zijn, blijf dan thuis. Ja. Ik ga niet anderen in gevaar brengen. Precies. Blijf thuis, doe je mondkapje, blijf thuis en ga alleen voor de hoognodige dingen de straat op. Als mensen boodschappen voor je kunnen doen, is het nog beter. Nog beter, inderdaad. Ja. Want kijk, in Nederland is gebleken, in Brabant, het zuidelijke deel van Nederland. Dat is echt de COVID-hart van Nederland. Ja, het hart. De COVID-hart, inderdaad. Daar is gebleken dat dit soort maatregelen van social distancing, mensen die thuis blijven, het heeft effect. Want ze zien nu in feite dus dat het aantal infecties langzaamaan begint af te nemen. En het is ook niet zo verwonderlijk. Want kijk, waarin onderscheidt dit SARS-CoV-2-virus zich van het vorige SARS-virus dat we gehad hebben en het MERS-virus? Waarin onderscheidt het zich? Ja. Het onderscheidt zich in de mate waarop dit virus in feite besmettelijk is. Dat is één. Ja. De tweede reden waar het zich in onderscheidt is dat bij het SARS-virus was het zo dat mensen een griepachtig probleem kregen. En als ze dus ernstig werd, dan hadden ze 4 tot 5 dagen opname nodig, eventueel behandeling op de IC. Dan was het probleem over. Maar dit virus, dat SARS-CoV-2-virus, dat hecht zich aan de eiwitten in onze longblaasjes. Dat is zo gevaarlijk. Ja. Onze longblaasjes, dat zijn eigenlijk de elementaire delen in onze longen waar de gasuitwisseling plaatsvindt. En doordat het zich die longblaasjes vernietigt, ontstaat er bij elke ontsteking, ontstaat er vocht. Ja. Dus die longblaasjes vullen zich met vocht. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk, als je niet geholpen wordt, een hele vervelende dood tegemoet gaat. Mm-hmm. Het is een verdrinkingsdood. Dus al het vocht hopen zich op in je longen. Hopen zich op in je longen. En ik bedoel, het ademhalen wordt daar lastig. En het probleem met dit virus is dat het een ernstige longafwijking veroorzaakt, die meerdere weken nodig heeft, 3 tot 4 weken van intensieve IC-behandeling, voordat dat ding over is, als je geluk hebt. Ja. Maar wat is de relatie tussen een goede weerstand en genezen worden van het virus? Een goede weerstand is erg belangrijk, want het blijkt dat eigenlijk de meeste mensen die overlijden aan het virus toch mensen zijn die wat ouder zijn. 1. Ja. Of 2, immuun gecompromitteerd zijn. En wat betekent dat? Dus immuun gecompromitteerd betekent dat hun immuunsysteem niet goed werkt om een of andere reden. Het kan zijn dat ze medicijnen gebruiken die de immuniteit omlaag brengt. Mensen met kanker bijvoorbeeld, die krijgen immunosuppressiva. Dat zijn medicijnen die de weerstand in feite verlagen om te zorgen dat dus de reactie op die tumor van het lichaam, dat eigenlijk gecontroleerd verloopt. En dat, laat maar zeggen, de ernstige ziekteverschijnselen die kan oplopen, dat die minder ernstig verlopen. En dat je zo probeert eigenlijk het gezwel, je kanker, onder bedwang te krijgen. Maar ook mensen met hart- en vaatziekten, ook mensen met diabetes, mensen met hypertensie, die behoren tot de risicogroepen. Ja. Kijk, bij kinderen speelt een infectie met het SARS-CoV-2-virus vrijwel nooit een bijzondere rol. Je zal zien dat het vooral bij 60-plussers dat het een rol speelt. Dat laat onverlet het feit dat er ook jongere mensen besmet kunnen worden. Nee. En waarom dat zo is, we don't know.
Wat wel duidelijk is, en dat is gebleken, twee zaken. Wat wel duidelijk is, mannen worden vaker aangetast dan vrouwen. Ja, ik las zo'n artikel. Twee derde van de mensen die op de IC zijn opgenomen, zijn mannen. Zo. Ja. Ik zal u zo uitleggen waar het mee te maken heeft. Dat is het eerste. Het tweede is dat de indruk bestaat dat mensen met overgewicht meer problemen krijgen met het SARS-CoV-2-virus. Mm-hmm. Waarom? Omdat dit virus zich vooral hecht aan vetweefsel. Mm. Dus wanneer je overgewicht hebt, dan is de virus load, het aantal virussen dat je in je lichaam hebt, is groter als wanneer je geen overgewicht hebt. Mm-hmm. Ten aanzien van het verschil tussen man en vrouw is het zo, lijkt het zo te zijn, laat me het zo voorzichtig zeggen, het lijkt zo te zijn, dat er een genetische oorzaak voor is. Ja. Ja? Het SARS-CoV-2-virus op de een of andere manier heeft het een relatie met het X-chromosoom dat wij als mensen hebben. Ja. Vrouwen die hebben eigenlijk een XX-chromosoom. Ja. Die zijn veel beter beschermd omdat ze twee keer een X-chromosoom hebben. Mannen hebben een XY-chromosoom, ja. Dus ze hebben minder bescherming. Dat is de theorie. Of het waar is, I don't know. Maar dat is de gedachte erover. Oké, okay. Hoop dat het niet waar is. Maar de feiten anders, zijn daar. Anders hebben we problemen. Ja, maar de feiten zijn daar. Zijn meer mannen opgenomen, dus er zal een twee verklaring. Twee derde van de, mensen die opgenomen worden met een ernstig probleem. Ja. Dat zijn mannen. En misschien mag ik je daar ook nog even wat cijfers geven. Kijk, van de mensen die besmet raken met dit SARS-CoV-2-virus, daarvan zal 95% restloos genezen. Mm. Nee, ik zeg het verkeerd. Daarvan zal 81% restloos genezen. Wat betekent dat, restloos? Dus dat ze geen probleempjes hebben. Mm-hmm. Het is een lichte infectie en ze hebben er verder niet zo'n probleem meer mee. 14% van de mensen die geïnfecteerd raken met dit virus, die krijgen ernstigere problemen. Mm-hmm. Die zijn er dus echt ziek van, maar ze genezen. Mm-hmm. 5% van de mensen die besmet raken met dit virus, die komen op de IC uiteindelijk terecht. Mm-hmm. En daarvan is er natuurlijk een deel dat overlijdt. Maar die 5%, dat zijn vooral mensen die, net wat ik zei, ouder zijn of immuun gecompromitteerd zijn. Oké. En we staan er niet genoeg bij stil, maar hoe gevaarlijk is het wanneer iemand in ruimte niest of hoest, iemand die besmet is, niest of hoest in ruimte? Mm-hmm. Oké. Kijk, niet voor niemendal is door de WHO aangegeven, hou 2 meter afstand. Ja. Want kijk, wij weten dat dit virus zich vooral verspreidt door droplets. Dus als je niest, ja, en er zitten viruspartikels in jouw sputum, dan kan dat zich verspreiden. Ja. Tot nu toe wordt aangenomen dat de afstand van 2 meter voldoende is om niet besmet te raken. Maar, ik zeg er gelijk bij. Ik zeg er gelijk bij dat er is recent, in maart 2020, zijn er 2 onderzoeken gedaan. Ja? 1 is gepubliceerd in de Journal of Hospital Infections. Dat is van maart 2020, dat is recent. 1 is geproduceerd gepubliceerd in de American Journal of Medicine, de English Journal of Medicine. Ja. En die geven aan dat in die droplets virussen, afhankelijk van het oppervlak waar ze op terechtkomen, ja, variërend van 4 uur tot 72 uur actief kunnen blijven. Maar dat is niet het enige. Wat ook meespeelt zijn de omstandigheden. Hoe warm is het? Wat is de vochtigheidsgraad van de lucht? Ja. En het lijkt zo te zijn dat op sommige oppervlakken, wanneer de omstandigheden gunstig zijn voor het virus, dat ze 2-3 weken nog kunnen overleven. Zo. Ja, want kijk, laten we wel wezen, dit soort onderzoeken, die zijn gedaan onder gecontroleerde omstandigheden. Dat wil zeggen, men heeft dus mini-droplets geproduceerd. Ja. Ja.
En dan wordt er gekeken, oké, als we het op koper doen, als we het op plastic doen, als we het op metaal doen, hoe lang blijft het virus leven? Metaal, plastic, 3 dagen, koper, een paar uur. Maar wat gebeurt er nu als ik besmet ben met het virus, ik ben verkouden, ik doe dit en ik raak een deurknop aan? Daarvan weten we niet hoe lang het virus blijft leven. Zie je, het kan best zijn dat het virus daar 2 weken blijft leven. Dus dit soort onderzoeken zijn natuurlijk zeer waardevol. Ja. Want ze geven aan dat het virus kan overleven in droplets. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Mm-hmm. We weten niet onder omstandigheden zoals wij dat elke dag meemaken, ja, toch, hoe lang dat virus overleeft. Feit is, als er zoveel onzekerheden zijn, ja, als er zoveel onzekerheden zijn over het gedrag van dit virus, laat me zeggen hoe lang dat beest overleeft, de geweldige besmettelijkheidsgraad van dit beest, laten we dan het uiterste in acht nemen. No? Laten we het doen. Laten we ons instellen, ja, op een virus dat zeer besmettelijk is en dodelijk is. En neem de nodige dingen in acht. Ik bedoel, kijk, er wordt nu in Suriname geadviseerd om bijvoorbeeld, ja, mondkapjes zijn niet nodig als je niet echt ziek bent, et cetera, et cetera. Nee. Ik begrijp dat advies. Ik begrijp het. Want ik bedoel, als je om de 2 uur een mondkapje moet verwisselen, ja, die dingen zijn er niet. Ja, precies. Is je het toch? Maar de WHO zegt eigenlijk wel, eigenlijk zou je een mondkapje moeten dragen. Want het blijkt dat dus niet alleen door het niezen of het hoesten het virus wordt overgebracht, maar het lijkt zo te zijn dat ook in de uitademingslucht van mensen het virus overgebracht kan worden. Dus in feite zou je een mondkapje moeten dragen. Maar goed, kijk, het zijn natuurlijk omstandigheden die verschillen van land tot land. Ja. Ik bedoel, als je als land te weinig mondkapjes hebt, dan begrijp ik dat je zegt van jongens, laten we het reserveren, ja, voor de omstandigheden waarvan we echt zeker weten dat dat echt nodig is. Zie je? Dokters, verpleegkundigen, paramedici die met besmette mensen in aanraking komen, reserveer alsjeblieft de mondkapjes daarvoor. Ja. Zie je? Maar als je die social distancing houdt, is het toch als je wel die social distancing houdt, dan is er niets aan de hand. Ik bedoel, als jij thuis blijft en ik blijf thuis, ja, precies, dan kan ik jou niet besmetten en jij kan mij niet besmetten, okay, toch? Mm-hmm. Toch? Nee, maar mooi. We hebben, ik denk dat we de afgelopen kwartier heel veel informatie hebben gehad. Dat we anders kijken naar deze ziekte, naar het virus. We hebben het van een deskundige gehad. Dus dat we een beetje meer ons gaan realiseren in wat voor situatie we met z'n allen zijn. En dat we, als we ons aan de regels houden, denk ik, dat we met z'n allen ook eruit komen. Erg belangrijk. Social distancing, handen wassen, blijf thuis. En begeef je niet zomaar op straat met het gevaar dat je anderen kan besmetten. Dank u wel. Ik hoef het niet meer te zeggen. U heeft het gehoord van dokter Bien. Maar ik benadruk toch, was je handen onder alle omstandigheden. Reinig je handen onder alle omstandigheden. Omdat we ook alles ook aanraken met onze handen. Dat was het dan voor deze aflevering. Het was de 16e alweer. En we zijn er dan weer de volgende keer met een nieuwe aflevering. Ik groet u. Dag. You